De grootste vijand van de ontwikkeling van de agrarische sector zijn de tussenpersonen. Dat is de conclusie van Prahlad Syodin, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV, tijdens de officiële opening van het trainingsprogramma voor capaciteitsopbouw van de agrocoöperatie. De training wordt uitgevoerd met de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, en is bedoeld om samenwerking en verdere ontwikkeling van deze sector te bevorderen, zegt Syodin. Die opkoper die in de loop der jaren zich heeft ontwikkeld tot een powerful mechanisme, organisatie, of hoe je het ook wil noemen, vanaf grondbewerking, aanschaf van zaaizaad, de hele inputvoorziening, de verwerking en marketing is in handen van die opkoper. En de boer is de moderne slaaf. Laat me het even zo uitdrukken. Is de moderne slaaf. Die werkt alleen maar of voor de opkoper, die hem ook voorfinanciert, of voor de bank, die 20% rente neemt. Mensen, willen we zo de agrarische sector ontwikkelen? Nu moet worden gezocht naar mogelijkheden om de export vanuit de kleine boeren op gang te brengen. Een van de duurzame mogelijkheden is te kijken naar internationale maatstaven en op basis daarvan de sector te ontwikkelen. Jij geeft aan welke opkoper je wil verkopen. Wij gaan een agreement aan, tenminste de coöperatie, samen met Nova, met die opkoper, want het hele geldstroom moet ook via die coöperatie gaan. Nova trekt haar deel af en de rest is van jou. Zo moeten wij die 1-2 spelen, u als coöperatie, lid van de coöperatie. Ik als overheid, met al mijn werkarmen. Zo moeten we die 1-2 spelen met elkaar, om een keer uit die katibot te komen. En dan zitten we over 40 jaar weer precies zo te praten met elkaar en er gaat niks van de grond komen. Volgens Syodin is het de bedoeling om de sector verder tot ontwikkeling te blijven brengen. Daarom staat het ministerie garant voor ondersteuning aan kleine boeren en duurzame en effectieve resultaten te bereiken, meent Syodin.